bouwen hier het grootste windmolenpark op land. In totaal 91 fundaties worden hier gebouwd en daarbij behorende wegen. In totaal 50 kilometer eigenlijk door, door het land heen van de boeren. Daarnaast legt onze partner Van de Heuvel ook het kabelwerk aan. Het gebied is ongeveer 20 bij 15 kilometer lang, dus totaal 300 vierkante kilometer. Nou, dat maakt het werk in die zin complex en uitdagend om alles in zo'n groot gebied toch te stroomlijnen en aan te sturen. Ja, het project bestaat uit drie hoofdcontracten die naast elkaar staan. We hebben Hitachi ABB Power Grids, voorheen bekend als ABB, maar die maken het inkoopstation. Het tweede contract, daar zijn wij voor aan de lat, dat is het civiele deel. Dat zijn de realisatie van de 91 fundaties, kraanopstelplaatsen, parkbekabeling en de parkwegen. Dat doen we dus samen met Dura Vermeer GmbH en onze partner Van de Heuvel. En het derde contract is natuurlijk de windturbines, wat Vestas mag bouwen. De drie contracten staan naast elkaar. We hebben dezelfde opdrachtgever. En als het goed is, sluiten die naadloos op elkaar aan. Maar dat is de theorie. In de praktijk zijn er nog altijd grijze gebieden die afgestemd moeten worden. Dat gaat vanaf ontwerp, maar ook logistiek. Dus hoe gaan we rijden in het park? De afspraken gaan zelfs tot boutjes- en moertjes niveau. Wij zijn een van de eerste partijen die als eerste hier een schop in de grond hebben gezet. Ja, daardoor waren we vroeg bekend in het projectgebied. Contacten met de boeren, de omgeving en de windturbinebouwer, die komt natuurlijk later, eigenlijk pas vanaf wanneer wij al een deel van het werk klaar hebben. Bovendien zijn wij dus verantwoordelijk voor de coördinatie van die raakvlakken tussen de partijen. En ook daarin zoeken wij de verbinding met de andere partijen en zijn we ook verantwoordelijk voor die informatieoverdracht. De huidige stand van zaken is dat we momenteel de hand leggen aan de laatste betonfundaties. We moeten ook weer een stuk land weer teruggeven aan de boeren en aan de pachters, zodat ze het land ook weer kunnen bewerken. Nou, het mooiste is denk ik wel dat we eigenlijk in een hele korte tijd heel veel werk hebben verzet. Met veel man tegelijkertijd overal aan het werk zijn geweest, ook om de planning te kunnen halen. En daar ben ik nou echt trots op.